In het vierde deel van de serie Rijk worden in 8 stappen kijken we naar een belangrijk onderdeel, namelijk jouw levensstijl. De manier waarop jij je geld uitgeeft heeft namelijk een enorme impact op je vermogen in de toekomst. In deze video geef ik tips voor een levensstijl die ervoor gaat zorgen dat jij rijk kunt worden of miljonair kunt worden in de toekomst, dus blijf vooral kijken. Goedemiddag, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en met een passief inkomen wil ik je helpen om financieel onafhankelijk te worden door middel van een passief inkomen. Oftewel simpel gezegd, hoe je miljonair kunt worden door geld te verdienen terwijl je slaapt. Is dit nou een onderwerp waarin je meer interesse hebt, meer video's wilt zien? Zorg dan even voor dat je onder deze video je eigen abonneert. En dan gaan we nu dus verder met de vierde video uit deze serie. Ik raad jullie aan als de eerste drie delen nog niet hebt bekeken, om dat dan even te doen. Omdat in die video's veel informatie behandeld wordt die belangrijk is voordat je aan deze video begint. Zo heb ik bijvoorbeeld in de vorige video, deel 3, hebben we ons gefocust op het inkomen. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je meer inkomen gaat verdienen? En in deze video gaan we ons juist focussen op je uitgaven. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je je uitgaven op een goede manier beheert en beheerst eigenlijk. Zodat je op de lange termijn vermogen op kunt bouwen. In deze video wil ik je 3 tips geven over hoe jij je uitgaven kunt beheersen. Gebruik je zelf ook een van deze tips of heb je andere tips? Laat dan even een reactie onder deze video, zodat je mij en andere kijkers kunt helpen. Maar dan gaan we nu beginnen met de eerste tip. De eerste tip is heel simpel, je uitgaven, bespaar erop. Bespaar op je uitgaven. Dit klinkt heel simpel en dit is eigenlijk ook heel simpel. Vooral als je gaat kijken naar de maandelijkse lasten, dus kosten die elke maand terugkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gas, water, licht, internet, tv, verzekeringen. Namelijk als je daar goed onderzoek naar doet en regelmatig gaat vergelijken met andere aanbieders, dan kun je waarschijnlijk op een of andere manier wel geld besparen. En omdat het maandelijkse kosten zijn die dus telkens terugkomen, heb je al snel op jaarbasis behoorlijk wat verdiend. Maar het hoeven niet per se maandelijkse kosten te zijn, maar wel kosten die regelmatig terugkomen. Je kunt hierbij ook denken aan kleedgeld. Als je op dit moment veel geld uitgeeft aan kleding, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zorgen dat je in plaats van altijd maar merkkleding te kopen, het af te wisselen met kleding van bijvoorbeeld de H&M. Zoiets heb ik ook gedaan. Op die manier heb je eigenlijk toch goede kleding voor een veel lagere prijs. Ik gebruik nou kleding als voorbeeld, maar je kunt ook andere producten als voorbeeld gebruiken die regelmatig terugkomen. Maar kijk gewoon altijd naar of de kwaliteit en de prijs opwegen tegen het gebruik. Stel jij koopt een tv die net wat beter is of weet ik wat, maar je kijkt elke dag tv, dan is het niet zo erg, want je maakt er gebruik van. Maar heb je nou een heel duur pak, omdat je iemand van je vrienden gaat trouwen bijvoorbeeld, en hang je dat pak vervolgens eigenlijk 364 dagen per jaar in de kast, dan is het misschien zonde om heel veel geld erop uit te geven, maar kun je bijvoorbeeld daarop besparen. Dus ik zou zeggen, zowel de kwaliteit als de kosten wegen het af tegen het gebruik. Als iets bijvoorbeeld duurder is, maar het gaat ook langer mee, dan kan het altijd nog een verstandige keuze zijn om dat te kopen. Dus focus je niet alleen op de prijs, maar kijk dus ook naar de levensduur eigenlijk van het product. De tweede tip die ik je wil geven is om producten in de aanbieding te kopen. Je kunt hierbij dan denken aan producten die je eigenlijk nog vaker koopt dan maandelijks. Bijvoorbeeld je wekelijkse boodschappen. Maar het kunnen ook seizoensgerelateerde producten zijn. Als je bijvoorbeeld weet dat je een nieuwe winterjas wil hebben volgend jaar, dan kun je hem beter niet in deze winter kopen. Maar zodra de collectie eruit gaat, kijk dan of je dan een winterjas kunt vinden, want dan kun je hem vaak met een betere prijs meenemen, zeg maar. Kijken nou naar de supermarkt, naar je wekelijkse boodschappen. Zou ik zeggen, focus je dan op 2, maximaal 3 supermarkten. Een beetje afhankelijk van hoe jij zit met je tijd of de locatie. Maar het heeft geen zin om bij elke supermarkt een aanbieding te gaan halen, omdat je op die manier vaak veel meer tijd kwijt bent. En die tijd weegt eigenlijk niet op tegen het voordeel. Dus doe gewoon de supermarkt waar je altijd komt. En een supermarkt die er bijvoorbeeld heel dichtbij zit. Dat als je een keer naar de supermarkt gaat, dat je even de straat oversteekt naar die andere supermarkt. Maar ga niet naar de andere kant van de stad rijden, omdat daar toevallig een product goedkoper is. Houd ook aanbiedingen altijd in de gaten. Als je eenmaal dat een beetje doet, dan zul je merken dat regelmatig aanbiedingen op vaste tijden zeg maar weer terugkomen. Bij een supermarkt kan bijvoorbeeld in de winter elke 3 weken de soep in de aanbieding zijn. Dan zou het stom zijn als je in die weken daartussen juist je soep koopt in plaats van die weken die er komen. Dit geldt vaak ook met bier. En het is ook vaak zo dat het rouleert tussen supermarkten. Dus vandaag is het, of deze week is het bij de Albert Heijn in de aanbieding en volgende week bij de Plus. Dus maak gebruik van deze tijden. Want je weet vaak dat ze terug gaan komen of dat ze de volgende week dan bij een andere supermarkt zijn. Heb je nou producten die echt houdbaar zijn, die lange tijd dus
ja, op de plank kunnen liggen, zou ik zeggen. Koop ze dan gewoon in grote aantallen, in bulk. Voorbeelden hiervan die ik zelf ook gebruik van maak is bijvoorbeeld soep, toiletpapier, dingen voor in de diepvries of voor douchen gerelateerde producten, douchegel of deodorant. Je weet namelijk dat deze producten elke zoveel tijd dat je die nodig hebt. Stel je hebt tandpasta en je doet er 2 tubes in de maand. Nou, als het dan in de aanbieding is, dan pak je toch gewoon voor de komende paar maanden tandpasta. Dat is op zich helemaal niet erg. Het is misschien een beetje raar dat je met 12 tubes de winkel uitloopt. Maar dan heb je op die manier toch bespaard, omdat je toch weet dat je de komende jaar toch tandpasta gaat gebruiken. Kun je net zo goed zorgen dat je er minder voor betaalt. En mocht je nou een keer naar Duitsland gaan, maar dat kan ook België zijn, maar ik geloof dat België tegenwoordig wat duurder is met boodschappen. Maar stel je gaat naar Duitsland winkelen, pak dan bijvoorbeeld de lokale drogist daarmee. Ik heb zelf gemerkt dat veel producten bij een Duitse drogist ooit wel de helft goedkoper zijn dan in Nederland. En zelfs nog goedkoper dan wanneer ze hier in de aanbieding zijn. Dus kijk gewoon eens in een Duitse supermarkt of in een Duitse drogisterij welke producten ze hebben die je gebruikt. En kijk eens even naar de prijzen. Dit kun je ook al online opzoeken, dus je kunt al voordat je naar Duitsland gaat prijzen vergelijken. En ben je dan daar, dan loop meteen zo'n winkel binnen en neem gewoon vast wat mee, zou ik zeggen. De derde tip die ik wil geven is eigenlijk vooral voor grotere aankopen. En op het moment dat je zeg maar iets wil kopen wat meer dan 250 euro of 500 euro is, moet je je eigen de vraag stellen, heb ik het nodig of kan het nog een dag wachten? Op het moment dat deze video uitkomt is het woensdag 12 september 2018. En dat is de avond of de dag waarop 's avonds, Nederlandse tijd in ieder geval, Apple weer een nieuwe iPhone aankondigt. Nou, iedereen is dan helemaal enthousiast en je hebt altijd... Wil je dan eigenlijk het nieuwste model, want het ziet er zo geweldig uit. Dit zijn opties die nieuw zijn, noem het allemaal maar op. Maar eigenlijk moet je dan al meteen afvragen, heb ik het echt nodig of kan het nog een dag wachten? Nou, waarschijnlijk heb je al een goede smartphone en ja, hij is dan nog wel niet leverbaar, maar stel hij zou leverbaar zijn, kan ik nog een dag met mijn oude telefoon doen? Nou, dan kan ik je eigenlijk garanderen dat het antwoord ja, ik kan nog een dag wachten, tenzij je telefoon helemaal kapot is. Maar die kans is niet zo groot, dus vaak is het gewoon uit een verlangen dat je een nieuw product wil en een grote aankoop wil doen. Dus kan het een dag wachten? Ja. Dan wacht je dus een dag en morgen stel je opnieuw die vraag aan jezelf. Heb ik het al nodig of kan het nog een dag wachten? Nou, je merkt wel als je op deze manier doet dat je al snel enkele dagen vooruit bent. En wanneer je dan dagen verder bent, dan is het nieuws over die iPhone al wat uit het nieuws eigenlijk. Het is niet meer continu dat je eraan denkt. En al snel ben je dan een weekend verder. Misschien dat je na een week later denkt van, oh ja, een iPhone die kwam ook nog uit. Vraag je dan gewoon weer af, heb ik het nodig? Nee, nog steeds niet waarschijnlijk. En uiteindelijk ben je zo misschien een paar weken verder en heb je beseft van, ja, ik kan eigenlijk prima zonder die telefoon. Ik doe het gewoon met de telefoon die ik nu nog heb. Dit kun je dus doen met iPhones, maar dit kan ook met televisie, laptops, alle dure aankopen tot en met een auto aan toe. Heb je die auto echt nodig of wil je het eigenlijk doen omdat iemand uit je vriendengroep of een buurman een nieuwe auto heeft en dat jij denkt van, oh ja, dat is eigenlijk wel een mooie auto. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar heb je het dan echt nodig? Nee, waarschijnlijk niet. In het geval van zo'n auto en eigenlijk misschien nog wel andere grote aankopen, zul je merken dat je het vaak doet omdat je het leuk vindt of dat je misschien indruk wil maken op mensen. Waarom koop je een auto? Ja, ze zeggen altijd, het gras bij de buren is altijd groener, dus de volgende keer koopt een andere buurman weer een duurdere auto dan jij. En dan kom je eigenlijk in een cirkel terecht die je toch nooit gaat winnen. Want wat heeft het nou van nut om een mooiere auto of een duurdere auto te rijden dan je buurman? Misschien heeft hij een veel hoger salaris en is het voor hem veel makkelijker te betalen. En heb jij maandelijkse lasten die terugkomen die je veel beter op een andere manier had kunnen besteden. Bijvoorbeeld om te investeren. En kijk dan ook dus bij grote aankopen, maar eigenlijk ook bij kleine aankopen. Bij kleine aankopen zou ik zeggen, kijk eens wat het op jaarbasis oplevert. Stel dat je die telefoon wil kopen, maar je zegt ik koop niet elk jaar of elke 2 jaar, maar elke 3 jaar een nieuwe telefoon. Nou, wat scheelt dat op de lange termijn? En zowel bij kleine aankopen als bij die grote aankopen, stel die auto die je uiteindelijk 400-500 euro in de maand kost, zou ik eruit gaan rekenen, als ik het niet koop en het geld zou investeren, in de aandelen bijvoorbeeld, die gemiddeld genomen 8% per jaar opleveren. Als ik dat nou eens 5 jaar op die manier doe, of 10 jaar, hoeveel geld zou ik dan hebben gespaard en opgebouwd? En dat is eigenlijk dan geld wat je anders een soort van verbrast zou hebben, omdat je aan producten koopt die je toch niet nodig hebt. Je zult dan snel merken, in ieder geval dat is mijn ervaring, en het werkt best motiverend, als je ziet dat je elk jaar zo snel 1000 euro kunt besparen. Nou, die 1000 euro die wordt het eerste jaar bijna 1100 euro. En als je zo 10 jaar verder bent, heb je meer dan 10.000 euro opgespaard, omdat je telkens rente op rente krijgt. En hoe meer jaren je zo doet, hoe groter je vermogen wordt. Dus al deze dingen
van besparen op maandelijkse kosten, op wekelijkse boodschappen of op grote aankopen. Als je dat nou telkens als je daarmee bezig bent, denkt wat is het op de lange termijn, dan zul je zien dat je door weinig moeite te doen, het geld dat je daarmee bespaart, investeert bijvoorbeeld, dat je echt wel een groot vermogen kunt opbouwen, zeker als je het baseert op de komende 20, 30 jaar. En dat heeft dan alles te maken met samengestelde interest, oftewel rente op rente, want hoe meer jaren je dat doet, hoe groter het bedrag wordt. Ik heb er al eerder een uitgebreide video over gemaakt. Als je daar nou meer informatie wil, zou ik even hier op het linkje klikken. Nou, tot zover deze 3 tips eigenlijk in deze video. Het is zeker niet makkelijk, omdat al deze tips vaak te maken hebben om je levensstijl aan te passen. En als er iets lastig is, is het je levensstijl. Je hebt namelijk een bepaalde standaard waarin je leeft. En dat is natuurlijk heel lastig om... Het is heel makkelijk om een hogere levensstijl aan te nemen. Dus op het moment dat jij 100 euro in de maand meer verdient, is het heel makkelijk om elke maand die 100 euro uit te geven. Maar je zult dan merken om 100 euro te besparen in een maand heel lastig is. Omdat je dan dingen moet laten die je op dit moment wel doet. Maar zoals gezegd, op lange termijn reken eens uit. En kijk dan gewoon voor jezelf, is het het waard? En waarschijnlijk ben je wel een stuk gemotiveerder om dit geld te besparen. Je hoeft namelijk niet in één keer grote kosten te besparen. Je hoeft niet in één keer te zeggen van, ik ga morgen mijn auto wegdoen. Ik bespaar dan 400 euro in de maand. Nee, ik neem gewoon kleine stappen. Neem gewoon eerst die maandelijkse kosten waar je op iets bespaart. Dan de wekelijkse boodschappen. En de volgende keer dat je een auto nodig zou hebben, of dat je contract afloopt en je zou op dat moment kiezen voor een nieuwe auto, denk dan gewoon van, kan ik deze auto nog een jaar rijden? Dan heb je toch, is het niet in één keer een stap, want je ziet het aankomen. Je kunt je eigenlijk erop voorbereiden. Maar al deze kleine stapjes samen hebben wel een heel grote impact op de lange termijn. Heb je nou nog tips of vragen? Nou, laat dan even een reactie achter onder deze video. Ik of misschien andere kijkers zijn er altijd wel in geïnteresseerd om te lezen en te reageren op jou. Vond je het een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vond je hem een stuk minder? Geef dan even een duimpje omlaag. Dan weet ik in ieder geval of het een onderwerp is wat jullie interessant hebben gevonden. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Leuk dat je deze video tot het einde hebt gekeken. Laat even een duimpje achter als je het een leuke video vond. En laat ook even een reactie achter. Ik probeer alle reacties te lezen. En in ieder geval jullie feedback mee te nemen in volgende video's. Als je nog geen lid bent van het kanaal, klik dan hieronder op het logootje om je te abonneren op het kanaal en geen enkele video meer te missen. Dan hebben we als laatste nog hier rechtsboven een video, dat is de meest recente video. Met daaronder een video die volgens YouTube het beste bij jou past, gebaseerd op jouw kijkgedrag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.